Maar waarom niet iedereen per post laten stemmen? We hebben in Amerika gezien, dan wordt de opkomst nog veel hoger. Dan kan iedereen gewoon lekker thuis beslissen wat hij doet. Is dat logistiek niet haalbaar? Het is logistiek echt wel heel ingewikkeld als je het voor iedereen zou willen doen. En bovendien, er zit natuurlijk ook een afweging in. Er is een weliswaar klein, maar toch een extra risico van een soort van misbruik van dat briefstemmen. Je kan in het stemhokje weet je 100% zeker dat je zelf aankruist wat je wil en je stopt het zelf in de bus. Ja, thuis bij mensen kun je dat niet 100% garanderen. U gaat toch niet zeggen dat Donald Trump eigenlijk wel een punt had, hè? Of wel? Nee.